Kijk eens wat hier ligt. Nee. Ja, ik zal het. Ja. Zag een muis. Die muis zat daar eigenlijk half verdrogen in een hoek. Ik denk, gadverdamme, zeg hij. Ah. Oh, nasty. Ja. Yeah. Zo. Lekker, jongens. Hè. Tijdens het hakken van mijn ijs zie ik in mijn linker, in mijn dode hoek, zie ik in één keer een muis. Die er al een tijdje ligt. De muis is gewoon gestorven in de keuken door alle ellende. Hij is gestorven achter de gletsjer. Heb je hem? Mooi, gelukkig. Oké, jongens, dan ga ik weer weg. Dan ga ik weer weg met de gletsjer. Nauwelijks bekomen van de schrik gaat Rob verder met het ijskunstwerk. Hey, we kunnen lekker even opruimen. Hey, jongens, de gevonden voorwerpen. Die gast had echt geen idee wat er lag. In de bovenste la liggen nog wat vergeten souvenirs van vorige bewoners, die waarschijnlijk al bijna met pensioen gaan. Nou, we gaan wel lekker opzetten, hè? Maar ja, die gast weet nu tenminste weer dat de vries het nog doet. En het zal niemand verbazen dat de rubbers van deze koelkast het al lang begeven hebben. Is dit kansloos of niet? Kijk eens even. Het lijkt of er bloed is. Wat is dat hier, de rode? Ja, dat is toch wel saus. Saus hier. Dan doe je uiteindelijk die koelkast weer dicht. Dan moet je dat wel eigenlijk verwerken. Maar dan zie ik links, in mijn dode hoek, zie ik nog een koelkast staan. Ah, jongens, kom op. Hij stinkt ook, man. Hij heeft vol met schimmel, man. Ja, die is nog erg. Kijk eens even. Ik zie tricolore schimmels, ik zie lange haren erin. Nou, hoe ranzig is dat? Op 4 graden schimmels? Knap, hoor. 4 dagen oude data. Filet meer kennis. Een van de meest risicovolle producten. Als die oude data gaat. Ik zag augurken in diezelfde koelkast. In die tricolore schimmelkoelkast. Maar gelukkig staan die augurken op zuur. Dat is hun redding, kan ik je vertellen. Arme augurkjes, dat je in zo'n koelkast bewaard wordt. Nou, uiteindelijk was het klaar in die keuken. Nou, dan kijk je nog even naar het aanrecht. En dan zie je alweer die ranzige, opgedroogde, in elkaar gepeste, gele, vieze, smeuïge. Die vaatdoekjes. Ach, de vloer wordt ermee gedaan. De tafel, als we gegeten hebben. En hoe bedoel je bacteriën spreiden? Dan loopt erop met de studenten mee naar boven. Want daar is nog een woonkamer. Met nog een keuken. Hebben jullie ook boven last van muizen? Ja. Als je hier zit en het is stil, dan komen ze regelmatig voorbij lopen. Echt waar? Ja. Ik zeg weer, die ene dood. Zegt ze, nou ja, nee, ja, het had niet even moeite ermee. Als je nou kijkt wat jullie allemaal laten slingeren. Ja, dat vinden ze lekker. Ja, dus je moet het muis wel zo moeilijk mogelijk maken. Of je moet het gezellig vinden als ze er zijn. Maar kun je ze wegkrijgen dan? Nou ja, ik denk sowieso, maak het de muis zo moeilijk mogelijk. En ga eens een keertje goed schoonmaken. Ik heb ook met de dame die daar ook verbleef, heb ik eventjes wat dingetjes verschoven. Om haar te laten zien de ernst van de situatie. Maar je ziet echt overal... Ja. Je ziet echt overal keutels liggen van die muizen. En je eigenlijk precies, naar aanleiding van de keutels, kan je eigenlijk precies de route volgen van de muis. Dan moet je kijken, jongens, wat ligt daar nou? Wat is dat? En als ik dan een bank wegtrek, echt waar, en ik zie daar etensresten liggen. Sterker nog, ik zie daar een bot van een sperrip achter een bank. Het is geen wonder dat deze studenten last hebben van muizen. Muizen zijn namelijk ook dol op sperrips. En er is meer. Maar kijk, als je ziet wat hier allemaal ligt. Kijk, hier onder de verwarming. Zie je echt mooi al die keutelspoortjes van die muizen. Zie je zo, hup. Je hebt precies waar ze gelopen hebben.